Een Kumata. De steun komt er van Adedeji. De diepgang van Van der Perre. Adedeji trekt naar binnen en loopt zich dan vast. Nog eens proberen. Adedeji buiten. Oh, en tegen de paal! Hier nog eens kijken. Adedeji tussen een bos Lommel SK-spelers doet hij dit. Knap. En dan Karim Derman. De Grand. Goed geopend voor Aguilar. Daar is de voorzet. Schoofs met de kopbal. In de handen van Penders. Ja, gevaarlijker was ze. Schoofs was er nog dichtbij in de eerste helft. Maar nu is het Wouters die scoort. Dries Wouters vlamt die bal gewoon in één tijd binnen. Een ex-Genkie. Die voor de goal zorgt. Lommel op voorsprong. Diep in de tweede helft is er dan toch dat doelpunt. Het moest vanuit dit soort fase komen. Schoofs. Ja, het was echt goed wat hij deed hoor, daar bij de goal. Wordt dit de tweede? Bijna Talvitie. De redding van Penders. Wat een kans voor Talvitie. Schoofs doet het alweer goed. Goed afgelegd. En dan Talvitie met de kans. Penders redt met een vlakke hand. Sam de Grand met de ingooi. Hij was alweer goed voor een assist. Zijn zesde al van het seizoen. Knap gedraaid van Fata. Fata legt klaar. En dan bijna Vanja. Opnieuw redt Penders voor Jong Genk. En zo blijft het verschil maar één doelpunt. Rood. Meteen rood. Ja. Vermeijden. Aarzelt niet. En haalt meteen rood boven. Rechtstreeks rood voor Karim Derman. Hier nog eens de kans die eraan vooraf ging. Vanja, die er altijd moet scoren, maar niet op. Dat willen we nog eens zien. Tolinson die kopt en kijk eens, gevaarlijk spel Derman. Naar de kant, want Benny Yangba valt in. Da Costa en... Adedeji. Dropt de bal op het hoofd van Benny Yangba. En in twee tijden de gelijkmaker. Victory, Benny Yangba is terug. Hij is helemaal terug. Hij had maar enkele minuten nodig om te scoren. Benny Yangba met zijn negende van het seizoen. Da Costa, daar is niemand. En Vermeijden maakt een einde aan de Limburgse derby. Die eindigt op een gelijkspel. 1-1 in Jong.